Ja, we gaan het hebben over Songs of Freedom. Dat is een provinciale songcontest. Verschillende bekende of minder bekende artiesten die schrijven dan een eigen liedje. Die treden op in poppodium De Meester in Almere. En de winnaar mag zijn of haar liedje dan laten horen tijdens dat bevrijdingsfestival. Nou, het is niet zijn liedje, het is haar liedje. Ja, dat is vandaag. Hè? Ja. Dit jaar heeft een duo gewonnen, Gitta de Ridder en Marianne Flens. En ze zijn vandaag bij ons natuurlijk, samen met de nummer 2, Sterre de Paus. Gitta en Sterre, allebei in ieder geval. Gefeliciteerd natuurlijk, hè? Dankjewel. Ja. Hoe is dat nu, hier vandaag te zijn? Superleuk. Ja? Ja. Komt de overwinning een beetje binnen nu ook? Ja, ik hoop gewoon dat het een liedje is waar mensen een beetje blij van worden. Dat is eigenlijk de overwinning vooral. Ja, er was eerst een voorselectie. Toen bleven er 5 over. Heb je vorige week ook bij ons al even een uitzending verteld. Jullie werden dus gekozen, Gitta en Marielle Flens, als winnaar. Sterre, zoals gezegd, werd tweede. Waarom deed jij samen met Marielle mee aan Songs of Freedom, Gitta? Ik had het nummer redelijk last minute geschreven. Echt op het randje van de deadline, zeg maar. Want ik wist er niet van. En toen dacht ik, nou, ik wil hier wel speciaal voor schrijven. En ik schrijf eigenlijk nooit in het Nederlands, maar nu wel. Ja. Dat was eigenlijk, ja, in het proces kwam dat zo naar buiten. En ik moest gelijk aan Marielle denken. Ik heb eerder met haar samen gezongen. En het is een goed excuus om ook weer eens elkaar te zien en wat samen te doen. Dus. Ja. En, ja. Wat was de ingeving voor jouw liedje? Of jullie liedje dan? Nee, natuurlijk geïnspireerd door 75 jaar vrijheid was vorig jaar dan. Ja. Dus ja, bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook natuurlijk de tijd waar we nu in leven met corona. Waarin vrijheid soms ver voelt. Maar waarin ik hoop dat we ook kunnen herinneren hoeveel vrijheid we wel hebben daarin. Ja. Dus die twee elementen wil ik graag met elkaar kunnen verweven. Ja, Marielle zit trouwens al op het podium klaar. Niet dat je denkt, waar is ze? Want Sterre zit daar. Ik was geestelijk aan het voorbereiden. Ja, Sterre, goedemorgen ook trouwens. Jij deed dus ook mee. Je bent de tweede geworden. Hoe was het allemaal voor jou? Waarom deed je mee? En vertel eens. Ik wilde graag meedoen omdat ik het een leuke ervaring vind. En om gewoon mezelf te laten zien aan anderen. En nu ik tweede ben geworden, is dat soort van gelukt. En nu ben ik hier. Is het niet jammer dat je dan niet net winnaar bent geworden? Ja, maar ik vind het ook wel leuk om hier überhaupt te zijn. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Wat is jouw muziekstijl? Wat doe jij? Eigenlijk schrijf ik vooral popnummers. En wat is jouw inspiratie daarvoor? Heb je voorbeelden? Welke soort muziek moeten we dan aan denken? Eigenlijk is inspiratie overal. Dus ik schrijf vooral ook over mijn eigen ervaringen in het leven eigenlijk. Oh, klinkt dat zwaar. Ja. 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 Maak je zoveel mee in je leven dat je daar zoveel inspiratie uit op kan doen? Wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld dit nummer gaat over... Dat is jouw liedje wat je hebt ingestuurd, hè? Ja. 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 Dit nummer gaat bijvoorbeeld over een goede vriend van mij en die is overleden. En hij was heel erg jong en ik had dit nummer toegeschreven. En ik was een beetje begonnen en iedereen zei, het is eigenlijk echt heel erg goed. Dus toen ben ik verder gaan schrijven met dat nummer. En toen voelde ik die connectie met dat nummer heel erg. En nu heb ik hem toen daar gezongen. En, maar is dat niet moeilijk dan? Want je denkt dan natuurlijk continu aan die vriend. Hoe oud was die jongen? Het is alweer een paar jaartjes geleden. Nou, maar toch? Ja. Soms worden dingen erger met de jaren, hè? Ja, inderdaad. Het is nog steeds gewoon, elke keer als ik het nummer zing, voel ik het nog steeds. Maar dat is denk ik ook wel een mooi ding. En dat zie ik niet per se als een slecht ding. Maar nee, absoluut niet. Dat was ook de bedoeling, denk ik. Ja, precies. Ja. Dus ik vind het gewoon mooi als ik het zing, dat ik gewoon voel alsof hij er is, zeg maar. Maar zo'n liedje krijgt dan in de loop der jaren, want het gemis wordt steeds groter. Het gemis toen het net gebeurd was anders dan dat het nu is. Kan je zo'n liedje, ga je dat dan nog aanpassen? Denk je van, ik moet daar toch nog weer eens een keer induiken? Want het gevoel, de emotie is nu toch anders geladen. Ik denk dat elke keer als ik het nummer zing, natuurlijk in de loop van jaren, dan heb je andere gevoelens daarbij. Maar de tekst blijft nog steeds hetzelfde, puur omdat het is nog steeds hetzelfde, dezelfde gedachten, zeg maar. Ja. De gedachten zijn hetzelfde, alleen het gevoel kan je in het nummer elke keer veranderen hoe je erbij voelt, zeg maar. Gitta, jij mag natuurlijk zometeen jouw liedje gaan doen hier live. We hebben vorige week in onze uitzending al... Toen was het nog niet helemaal klaar, hè? Weet je dat nog? Ja? Ja, dat was te horen. Nu wel. Ja. Dat was te horen. Ja, wat gemeen, hè? Hey, we zitten in vrijheid, hè? We mogen alles zeggen. Heel veel mensen, ja, zeker. Alles sterker nog, toen wij draaiden, zeiden heel veel mensen... Is het al af? Ik zei, nou, nee, het is nog niet eens af. Toen waren ze al enthousiast. Jij mag eigenlijk nu alvast op het podium of op het toneel... zoals dat zo mooi oud-Hollands heet, gaan staan. Ja. Marielle staat al klaar voor jou. En Sterre... Ja, heel goed. Sterre, jij mag dan straks ook in de eerste ring van het theater gaan staan. Dat is een bijzondere plek, denk ik. Heb je ooit eerder in het theater gestaan? Ja. In dit theater ook? Ja. Oh, waar was dat voor?
Ik heb hier veel shows gedaan met Theaterschool Almere. Oh ja, dus het is bekend terrein. Ja. Maar ook alleen? Dat ik heb hier nog nooit alleen gestaan, nee. Want dat gaat zometeen wel gebeuren. En niet op het toneel, maar op een bijzondere plek. Ja, inderdaad. Was het jouw eigen keuze dat je zei van ik wil er iets bijzonders van maken? Ik ga gewoon op die eerste ring staan daar. Het is niet mijn eigen keuze geweest, maar ik ben wel heel blij dat die keuze is gemaakt. Want het voelt dan wel een soort van als een vertrouwd plekje of zo. Ja. Nou, je hebt zometeen echt de zaal voor jou alleen. Ja. Je bent echt het middelpunt dan ervan. Mooi hoor. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dat is heel wat anders. Maar wat ook mooi is, is natuurlijk het nummer Alles Mag. Daar gaan we nu naar luisteren van Gitta de Ridder en Marielle Flens. Oh, 70 plus 5, of 80 min 260 weken. Oh, zoveel jaar ging al voorbij, als een trein gaat zo snel al die tijd. Zijn we niet meer bang voor bommen op ons hoofd, voor alles als de dood? Een woord verkeerd, zo afgeleerd, gearresteerd. Vrij ben jij en vrij ben ik, door moed en bloed en zweet en tranen. En ook al lijkt dit voor altijd, de vrijheid is nabij, ja dichterbij dan wat je denkt. Dus kom gedenk die dag waarop weer alles mag, alles mag met een traan. Dit feestje elk jaar weer ons herinnert aan al die mensen die voor onze vrijheid stonden, voor altijd verbonden. Want vrij ben jij en vrij ben ik, door moed en bloed en zweet en tranen. En ook al lijkt dit voor altijd, de vrijheid is nabij, ja. Dus kom gedenk die dag waarop weer alles mag, alles mag. Met een traan en een lach, alles mag, alles mag. Met een traan en een lach, alles mag, alles mag. Oh, 70 plus 5 of 80 min 260 weken. Oh, zoveel jaar ging al voorbij. Als een trein gaat zo snel al die tijd.